Jeroen, Anna, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat onze eerste aflevering een succes was. We hebben meer dan 200 luisteraars op de podcast en bijna 700 views op YouTube en 60 abonnees. Het slechte nieuws is dat die YouTube-views weg zijn, want ik heb per ongeluk het YouTube-kanaal gewist begin van de week. Dat kun jij niet per ongeluk doen. Een lange uitleg, maar het komt erop neer dat er was iets gekoppeld aan een kanaal van vroeger of zo en filmpjes die daar nog op stonden. Dus ik wou dat ontkoppelen en dat heb ik dan gedaan door dat ene kanaal te verwijderen. Maar blijkbaar verwijdert je dan ook alle kanalen die daaraan gekoppeld zijn. Dus dat was ook de dreef weg. Ja. Kan gebeuren. Volgende keer beter. Ja, hopelijk volgende keer niet meer. Maar het is ook goed dat het nu gebeurt en niet na 10 afleveringen. Alleszins, het kanaal staat er terug, dus het is rechtgezet. Maar we hebben de abonnees nog niet allemaal terug. Dus wie nu luistert en nog niet geabonneerd was, of op de vorige, ja, abonneer je gewoon terug. Hè. Ik zal het niet meer verwijderen. Moraal van het verhaal, niet op verwijderen drukken als je iets niet wil verwijderen. Ewald Bleting schiet de 2-1 binnen voor Roha Leuven. Oh, Toma Leijzen, formidabel is het wat Leijzen hier pakt. Singy, een paar overstapjes, het schot voor het Singy, de goal! De goal voor het Singy! Leuven blijft in de hoogste klasse! Beste vrienden en vriendinnen, welkom bij De Dreef, de wekelijkse podcast voor iedereen met een OHL-hart en ook zonder. Terwijl normale mensen zich bezighouden met de titelstrijd, play-off 1, de Champions League of de relegation play-offs, gaan wij het vandaag hebben over de dingen die echt tellen, de kelder van play-off 2. En ik doe dat vandaag met twee eerbiedwaardige gasten. Anna Roos, zij is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, student/OHL-fan ook, en de dochter van de moeder van Ewout Bleetings ook. Dat klopt. Welkom, Anna. En we hebben ook Jeroen Willems, OHL-sympathisant, wegens dichtbij wonen ook, en vroeger onontgonnen voetbaltalent, onder meer bij de zaalvoetbalreeks, de nationale zaalvoetbalreeks van Erps Querps, en geëindigd bij Los Gemacticos. Ja. Voilà, glorierijk verleden. Ja, Anna, dat van die moeder van Ewout Bleetings, dat moeten we misschien toelichten. Misschien even toelichten, inderdaad. Ja, altijd als ik mijn mama meeneem naar uitmatchen van OHL, dan stoten wij op heel wat geknik, wat knipogen en wat handen. En, ja, dat was heel verwarrend in het begin. En dan zijn we er dus achter gekomen dat is omdat mensen denken dat mijn mama de mama van Ewout Bleetings is. Ik moet zeggen, ik heb de twee foto's er eens bij gehaald. Ik moet zeggen dat ik denk dat mijn mama harder op Ewout Bleetings lijkt dan ik. Dus, Ja, je hebt de foto nu doorgestuurd van je mama. Ik moet zeggen, die lijkt er echt wel super hard op. Ik weet niet hoe de mama van Ewout Bleetings eruit ziet, maar het zou me verbazen, moest ze harder op hem lijken. Ja, maar het gekke is, dat is echt geen grap, de echte mama van Ewout Bleetings, die heeft ons gevolgd op Instagram begin deze week. Dus die, maar uw mama die lijkt eigenlijk harder op Ewout Bleetings dan zijn echte mama, zeg maar. Dus vind je? Ik weet het niet. Ja, ik weet niet of ze luistert, maar ja. In ieder geval... Ik wil eens een foto zien van de echte mama. Ik ben wel benieuwd om de vergelijking te maken. Misschien zijn we gewisseld bij onze geboortes. Maar wel OHL-supporter en een beetje zoals veel studenten aangetrokken tot de sfeer in het stadion. Ja, exact. Ik moet eigenlijk zeggen, mijn eerste jaar op de NIEF in Leuven, ik zit nogal dicht bij de Dreef op kot. En ik werd vaak gestoord een beetje door het geluid van de supporters. Destijds was Union ook nog vaak aanwezig in dat stadion. Als vervangstadion gebruikten zij dat toen. Toen ze Europees speelden. En die riepen enorm hard. En dat belemmerde soms mijn studeren, mijn slaap ook wel eens als ze gewonnen hadden. En toen dacht ik van ja, if you can beat them, join them. En ik denk dat ik sindsdien geen enkele match meer heb gemist. En ik begrijp eerlijk waarom dat ze zo hard roepen. Het is zwaar terecht. Ik doe nu mee tegenwoordig. Dus mijn excuses aan alle andere koten. De buurt van een dreef. En zit je dan in de sfeervakken zo bij de studenten? Of, Nee, ik zit en ik quote de mensen naast mij in het bejaardenvak. Ja. Is dat de familietribune of nee? Dat is nog... Ja, ik denk het. Zo'n op het balkonnetje ter hoogte van de middenlijn. Oké. En vaak word ik zo aangetikt en dan zeggen mensen tegen mij van je weet toch dat je niet in het studentenvak zit? En hier is geen sfeer. En dan denk ik, meneer, ik zit hier goed, ik zit hier gezellig. En ik heb gezien
dat jij daar ook heel af en toe zit. Ja, dat is waar. Ik heb je al eens horen roepen. Ah, is dat echt? Ja. Ja. Oké, okay, ja, sorry. Ja, ik zit daar inderdaad ook wel geregeld, ja. Met mensen die, ja, daar zitten rustig, dat is waar, ja. Ja. Ik wil wel roepen, maar ik wil niet de hele wedstrijd springen en, ja. Nee, ik ook. Daarom dat ik, dat ik daar op mijn gemakje zit. Voilà, de sfeer. Allez, voor sfeer kun je altijd wel terecht bij OHL eigenlijk. En ja, familialiteit. Voilà. En het is ook nog niet al te duur in tegenstelling tot andere stadions. Nee, nee, totaal, totaal niet inderdaad. Soms echt maar €5 voor studenten. Ja, dat is een heel goede deal voor wat je ervoor terugkrijgt. Voilà, oké. Okay. Is er ook zo geen familieticket dat je kan kopen om met je kinderen goedkoper te gaan? Ja, daar heb ik geen ervaring. Min 18-jarigen zijn heel vaak gratis. Ja, dat wel. Dus ik denk als je in het middelbaar zit in de buurt van Leuven, dat je heel vaak gewoon gratis er naartoe kunt. Dat is die wedstrijden waar dat er zo hele lange rijen staan ook van studenten. Ja, vooral als het, zo, als het van die deals is, zo €5 voor studenten of min 18-jarigen die gratis zijn, dan is er wel vaak een heel lange rij bij de vrouwen ook. Omdat er dan wat meer vrouwen afkomen ook. En er is altijd maar één rij of twee rijen maximaal. Juist, ja. En dan, dan is het heel lang wachten als vrouw. Ja, dat is omdat je moet gecontroleerd worden door een vrouw. Door een vrouw, ja. Ja, absoluut. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ja, soms heb ik het gevoel dat wij beter gecontroleerd worden op een manier. Die mannen die gaan er altijd veel sneller door. En wij vrouwen worden echt wel goed gecontroleerd. Dan denk ik altijd van, ja, vuurwerk, dat heb ik nog nooit een vrouw zien afsteken in een stadion. Maar oké. Ja, maar jullie brengen dat misschien mee binnen. Ja, ik weet niet, tussen de BH, dat is misschien een beetje groot. Jullie zijn de deco. Ja, je weet dat daar niet gaat gecontroleerd worden. Maar ik heb ook wel vaak gezien dat er zo echt heel lange rijen staan voor de vrouwen. Ja. Ja. Misschien iets meer stewards voor de vrouwen te controleren. Nou, zullen we het doorgeven misschien aan de mensen. Want wij kunnen altijd wel vlot binnen, dat is waar. Ja. Maar het gezellige, het familiale, dat is denk ik wel iets wat mensen in het algemeen aantrekt bij OHL. Ja, zeer zeker, ja. Ja. Dus als je daar met de hele familie naartoe kunt gaan. De sfeer is altijd wel zeer gemoedelijk, ook buiten het stadion. De bezoekende ploeg wordt toch altijd van voor aan de ring binnengebracht. Dus het is altijd wel gescheiden. Ja, dus heel aangenaam vertoeven. Voilà. Aangenaam vertoeven, dat was het ook in Standaar van het weekend. Want ja, daar was eigenlijk geen volk, want het stadion was leeg. We werden gestraft voor wantoestanden eerder op het seizoen. De wedstrijd zelf, die was misschien wel minder aangenaam. Ik hoorde commentaar op de podcast 90 Minutes dat het een verschrikking was voor de supporters van beide ploegen. Het was, laat ons zeggen, voor de neutrale toeschouwer niet de meest spannende wedstrijd. Hè. Zeer weinig gebeurd. En als er dan iets gebeurde, ja, was er een goede keeper. Maar voor de rest is ook geen sfeer. Hè. De eerste 20 minuten en de laatste 20 minuten. Dat was speciaal. De eerste 20 minuten OHL heel aanvallend. Ja, van de tweede helft toen. Hè? Ja. 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 En dan de laatste 20 minuten Standaar echt teruggekomen. Een enorme dreiging gevormd. Ja, die eerste 20, dat was inderdaad opvallend. Toen hadden we toch wel een vijftal grote kansen. Zeker met ballen die van op de flank kwamen. Maar ja, geen afwerking meer. Ja, er moet meer mee gebeuren. Misschien de reden waarom dat het zo moeilijk gaat dit jaar. Het gebrek aan een afwerker. Toch zeer belangrijk in het voetbal. Als er dan niet is. Ja, ja absoluut. Want ze hadden nu zo Maartens erin gezet, denk ik. Deed me wel denken aan de opstelling van tegen KV Mechelen de laatste keer. Waar we wel ook heel aanvallend waren geëindigd. En Mathieu Maartens, die deed dat wel goed, maar. Dat is niet echt een spits, inderdaad. Het is niet echt een spits. En we hebben dan wel Proud Brunes, maar ik denk dat we allemaal... Is nog ingevallen, ja. Ja, dat we allemaal wel erover eens kunnen zijn dat het niet zo'n topper is, voor die 2,6 miljoen. Het is niet weinig. Nee. En nu, ja, het was zo Mazis toch zijn son. Maartens, dat werkte wel, maar Maartens is gewoon niet echt een spits. Nee, ook geen hoe goed hij ook kan voetballen en hoeveel kansen hij ook al gecreëerd heeft. Het is niet de spits die we moeten hebben. Ik denk dat we daar echt terug op zoek moeten gaan. Ja, spits zijn is iets apart. Maar het is eigenlijk wel zo simpel als dat eruit ziet. Je moet gewoon maar de bal binnentikken. Het moeilijke is dat je moet weten waar je gaat moeten staan om die ballen daar gemakkelijk binnen te tikken. Ik denk dat, omdat er dan geen echt spitsen zijn, dat gevoel is er niet bij de spelers vooraan. Ja, het is ook een mentaliteit, hè, spits zijn, niet alleen de fysiek of het kunnen, maar ook het technisch vermogen. Ja,
En ik moet zeggen, hij heeft wel geprobeerd om Mathieu Maartens een keer vanaf de middenlijn. Ah ja, dat was een opvallend moment. Ja. Ja, dat was wel cool. Een soort Beckham-like schot vanaf de middenlijn. Gigantische David lop. Beckham, ja. Wie kent David Beckham nu niet? Misschien wel voor de luisteraars, want je bent 19 of 20 jaar? Ja, 20. Onlangs 20 jaar, geworden. Dus je bent geboren in 2004. 2004. Ja. Dus toen was Beckham nog aan het voetballen, maar ook op zijn einddagen, denk in ik. In Amerika zal dat geweest zijn. Dan, ja. Ja, maar ja, een van de voetballegendes toch wel, denk ik. En ook nog wel heel actief in de media op dit moment. Maar ja, het deed een beetje ook denken aan de poging van Arda Güler. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een Turkse, heel jonge voetballer ook nog. En die is getransfereerd naar Real Madrid nog niet zo lang geleden. En die heeft ook een poging gedaan vanaf de middenlijn tegen Osasuna. Ah, okay. En dat was op de deklat, dus dat was ook heel spannend. Ah, juist, ik heb het zien passeren, zwaar. Maar ja, inderdaad, de Beckham-goal was wel het voorbeeld. Ik zag hem, je zag hem vertrekken. Je dacht wel van, het zal toch niet wat. Het was heel nipt. Het was zo net op het tak van Tool dat die van Maartens viel. Ja, inderdaad. Het was een beetje de AliExpress-versie van die van Beckham. Maar ik denk dat... ik vond het toch wel heel impressionant. De poging of Mathieu Maartens is de AliExpress. Nee, niet Mathieu Maartens. Nee, de poging. Maar het was nog steeds heel impressionant, vond ik toch, hoor. Ja. Absoluut. Ja, gebeurde er toch iets in die wedstrijd, ja. Toen dat hij van Beckham vertrok, wist je wel dat het een binnen ging zijn. Ja. Dat gevoel had ik hier nu net niet. Maar ja, het was mooi geprobeerd. Ja. Voor hetzelfde geld winnen we. Dus. Ja, wel jammer dat voor zo'n mooi moment, er zat geen publiek in de tribunes. Dat gaf toch echt wel zo een beetje coronasfeer-achtig. Zo. Het is toch wel publiek dat voetbal maakt uiteindelijk. Hè. De sfeer, dat was er niet. En dan inderdaad hoor je iedereen op elkaar roepen. En dan valt dat echt wel op. Ik weet, wat roepen ze allemaal? Ja, ik hoor ze... Aki. Ja, ik hoor heel de tijd Aki. Je dacht van, Aki, je weet toch wel naar wie dat je wilt passen? Als je voetballer bent, dan moet die coach toch niet op je antwoorden. Want nu blijkt dat Aki, dat dat iemand van Standaard Liège is. Ja. Die echt zo heet. Ja, ik was al helemaal verward. Ik dacht van, Aki, je coach gaat toch niet antwoorden op u naar wie dat jij moet spelen? Denk dus wat sneller na. Maar nee. Ja, Aki is dus blijkbaar gewoon een voetballer. Nu begrijp ik het. Ik was al heel verward tijdens de wedstrijd. Ik vond het ook heel vervelend, dat geluid. Allee, dat geroep eigenlijk. Die roepen zoveel, echt heel hard. Ja, om naar te luisteren en zo. En iedereen door elkaar, hè, zo van à gauche, à droite. Allee, je wordt er toch helemaal zot van? Dan heb ik wel echt liever de supporters chance eigenlijk. Ja. En geen vuvuzelas zoals met het WK in Zuid-Afrika. Het jaar. Ik weet niet wat irritanter is, vuvuzelas of gewoon geen publiek? Misschien toch liever geen publiek dan. Zou je daar als speler niet gek van worden? Allee, bij de jeugd is dat ook zo, dat ze altijd op die speertjes zitten te roepen. Is dat niet altijd slecht bedoeld, maar ja, heb je daar eigenlijk iets aan? Ik heb het ooit voor gehad bij de jeugd. Dat was een moeder die daar constant bleef roepen op de spelers. Ik denk dat wij toen 11, 12 jaar waren. En ik heb toen een keer teruggeroepen van, wil je alstublieft nu zwijgen? Iets anders verwoord op dat moment. En mijn moeder stond daarnaast. Ik heb het toen wel mogen horen daarna thuis. Maar het was daarna wel rustiger. Dus aangenamer. Mooi gedaan. Er waren wel een paar supporters zo over het muurtje aan het klimmen van op de snelweg. Zo, om te kijken. Maar we konden zo ene hoek zien, denk ik, van het stadion. Ja, dat zei de commentator, zei van ik denk dat ze misschien twee spelers kunnen zien vanaf daar. Dus zeker de moeite waard. Dat waren die dat op het einde boe aan het roepen waren dan. Ah ja, inderdaad. Ja. Ja, er waren mensen boe aan het roepen. In een leeg stadion, ja. Vond heel raar maken, Misschien was het de trainer. Nu, het eerste kwartier van de tweede helft was dus wel leuk met de kansen. Daarna, moeten we wel zeggen, de laatste 20 minuten verdiende Standaard misschien wel te scoren. 3 zeer knappe reddingen van Tobe Lijssen opnieuw. Ja, toch wel, ja. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Tobe Lijssen is echt een talent. Dat bewijst hij toch wel bijna elke match opnieuw, denk ik. Het waren echt ook twee wereldreddingen. Twee die je normaal... Die 90% doelpunt zijn. Hè? Ja, absoluut. Hij is toch wel vrij groot. En om zo snel naar de grond te gaan, vond dat wel heel knap. Ja. Misschien... Zo van die hoge, lange ballen, dat is zo precies wel iets minder. Maar voor de rest, van dichtbij, afstandsschoten, hij pakt het allemaal. Misschien een van de beste doelmannen dit seizoen, samen met
Warlerson van Cerkelen? Een hele goeie. Misschien inderdaad de hoge ballen. Ook tegen Antwerpen. Tegen Standaard, de match. Is hij ook uitgekomen en dan was hem ook te laat. En dan hebben ze tegen net Brugge overgekopt. Brugge, ja. Tegen Brugge ook. Ja. Ja, ik denk dat er intrinsiek wel iets betere keepers zijn, maar dat hem het wel in zich heeft om het te worden. Ja. Als hem op zijn minpunten kan werken. Hij is nog jong ook. Ja. Dus, En uit Genk komen altijd goede keepers. Dus. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Ja. Ook opvallend moment was de niet-kans zeg maar, van Banzuzi, die daar een hele mooie lange bal kreeg aangespeeld, maar ja, dan zijn controle mist. Anders was hij alleen voor Bottaar. Moet je dat als speler kunnen, zo'n bal controleren? Of? Op dat niveau moet je dat toch kunnen, ja. Dat is toch een van de talenten van OHL. Dus ja, ik vind wel dat daar meer mee te doen was. Hij is misschien al bezig in zijn hoofd met de beweging naar de goal dat hij gaat doen. Dat hij niet denkt van ik moet eerst die een bal juist controleren. Ik vind dat belangrijk dat je eerst je bal controleert, je goed legt en dan verder denkt. Maar ja, toch een foutje daar. En een grote kans. Ja, had beter gekund. Ja. Ja. Oh. De trainer, Oscar Garcia, die had gezegd vorige week dat play-off 2 een moment was waarop spelers zich konden bewijzen en eventueel in plek voor volgend seizoen nog konden afdwingen. Hebben we het gevoel dat na 2 wedstrijden dat er spelers zijn opgestaan waarvan we zeggen van oké, die hebben zich nu getoond? Of? Goh, wat echt getoond nu niet. Maar ja, dat er vooral mensen zijn die zich niet hebben bewezen. Zijn er zo een Brouwer Brunes? Je hebt het precies niet voor Brouwer Brunes. Ik weet het niet, ja. Ik weet niet hoeveel mensen het voor Brouwer Brunes hebben. Maar, Ik vind, hij doet wel zijn best. Je kunt er niet op... Ja, tuurlijk, hij zal zeker zijn best doen. Ja, iedereen doet wel zijn best, denk ik. Maar het is wel niet goed genoeg. Zeker niet voor 2,6 miljoen. Dat is niet, ja. Licht gevoelig. Maar misschien is het... Want ik heb wel een video onlangs gezien over bij zijn vorige club. En de jongen kan wel voetballen, vast en zeker. Misschien is OHL gewoon niet de juiste club, dat kan ook. Ja, het is de matcher gewoon. Nee, ja. Maar hij gaat wel niet meer voor 2,6 miljoen kunnen vertrekken, soorten, denk ik. Nee, nee. Het zal toch niet aan zijn genen liggen dan. Dus, Nee, ja, we hebben het vorige week ook gezegd dat is... Dat is volgens mij geen cadeau dat neef van Haaland gedoe. Je merkt dat op de tribunes ook super hard dat hij daar. Ja, ik zie niet dat hij ervan afziet of zo, maar dat is toch geen cadeau. Je verwacht gewoon meer ineens van iemand. Maar ja. Ik weet nog dat hij eens een keer scoorde. Zeldzaam moment, maar ik was in een stadion. En hij heeft 3 keer gescoord. Ja, toen riepen ze. Kent je dat? Dat ze dan de spelers afroepen natuurlijk, die gescoord hebben en dan. Ja, bij hem riepen ze dan Haaland. Dat vond ik wel een beetje zielig. Dan denk ik van, oké. Ja, je moet hem ook niet reduceren tot zijn genen, denk ik dan. Ja, nee, dat was ergens in het begin van het seizoen nog eens. Hè. Ja, ja. Misschien aan het staken dat hem dan niet meer wilt. Dat we hebben ontmoedigd, ja. Huh? Maar het schiet tekort ergens, hè, dat is duidelijk. En het is wel voor ons de cruciale positie. Als je dat ook weer van het weekend, dat was... Ik had zowel het gevoel van... Had Brouwer Brunes niet mogen starten, misschien had hem wel dat doelpuntje gemaakt. Ik had zo het gevoel dat dat voor hem wel een wedstrijd was waar hij dan wel het verschil kon maken. Maar ja, dat hebben we in het verleden ook zo vaak gehad dat het dan niet gekomen is. Dus ja, dat kun je moeilijk zeggen hè, daarna. Hè. Dus dat weet je. Dat is een keuze van de trainer wie dat op het veld staat. Ja, van Anna krijgt hij niet meer veel kansen, heb ik de indruk. Ja, jawel, ik sta nog altijd hem aan te moedigen. Ik heb wel zo het gevoel dat ik een mama ben die zijn kleine aan het aanmoedigen is, die er niks van pakt. Maar ik roep nog steeds heel hard zijn naam en ik geloof er nog in wanneer hij de bal heeft. Oké, ik hoop ook wel, het zal niet het geval zijn dat hij niet naar deze podcast luistert. Maar goed. Maar het is goed dat je. Ik geloof in u, Jonathan, jongen. Oh, mooi. Mooi gebaat. Ja. We geloven het bijna. Dus. We geloven in Brunes. Voilà. Nog opvallend, en daarmee kunnen we de bespreking al afsluiten, want er was op zich niet veel bijster veel meer over te zeggen. Maar we kregen wel het debuut van Christ Suanga. Of Christ. Ik vraag me af hoe het... Is het Christ? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet hoe dat wordt uitgesproken. Jesus is het, ja. Dat zou een mooie voetballernaam zijn. Mai. Christ of Christ Suanga. Hij is 17 jaar. Dat is heel jong, hè? Ja, dat is jonger dan jou, Anna. Ja. Een mooie vaststelling. Als ons ook, hè. Is ook jonger als ons. Dus,
Ja, dat is waar. Ik vond wel zijn invalbeurt niet slecht, maar ook niet goed. Gewoon, ja. Ja, hij heeft niet veel. Ja, hij heeft ook maar 10 minuten gespeeld. Ja, hij heeft een gele kaart gepakt. Ja, ja, dat is waar. Maar het is wel, ik heb eens nagekeken. Hij heeft, ik dacht, ja, die zal zich bij de jeugd goed bewezen hebben dit seizoen. Maar hij heeft eigenlijk bij de U23, dat is een ploeg bij ons, die komen in eerste nationale uit. Hè. Dus met die spelen niet. De meeste ploegen spelen in 1B. Ja. Maar OHL speelt dan in eerste nationale de jeugd. En daar heeft hij slechts 5 keer in de basis gestaan en 1 invalbeurt. Dus dat is ook niet dat hem daar. Allee, dat is wel speciaal dat Garcia dan juist voor hem heeft gekozen. Ja, allee, hij zal wel iets hebben. Maar ja, enfin, het gebeurt wel vaker dat zo spelers een kans krijgen bij OHL, maar dat daarna zo niet echt. Een beetje weghebt. Ja. Ja, dat was ook bij Keita. Die heeft eigenlijk niet heel veel kansen gekregen of zo. En ook niet geen uitblinker. Maar nu dat hem naar Antwerpen is, ja, echt doet hij dat supergoed. Dan vraag ik me toch wel af wat er soms misgaat bij OHL als het over jonge talenten gaat. Ja, het is precies dat zo dat een doorbraak debuut er wel komt, maar dat de doorbraak dan niet volgt of zo. Ja. Terwijl bij Sagrado en Xingtien zie je dat dan wel. Dus, ja, dus daar is dat wel heel goed gegaan. Maar ja, bij zo'n mensen als Keita en dan nu Swanga, ja, ik vraag me af wat dat is de achterste schermen, wat de redenering daarachter is. Ja, ze geloven in Christ. Hè? Ja, het valt ook te zien welke ploeg dat je terechtkomt. Hè? Zoals bij Keita. Allee. Als dat spel van Antwerpen beter ligt, dan kun je ook meer groeien. En misschien een idee van OHL om spelers uit te lenen bij de jeugd van grotere ploegen. Ja, de omgekeerde weg eigenlijk. Ja, waarom niet? Om daar wat bij te leren en dan in de eerste ploeg te brengen. Dus dat wij onze spelers uitlenen aan de topploegen, ja, om ervaring op te doen en dan terug bij ons te komen. Ja. Ervaring is toch belangrijk in het leven. Wat eigenlijk bij Keita was dat het geval. Die was vorig seizoen was die uitgeleend en die heeft dit seizoen heeft hij nog 1 wedstrijd meegespeeld tegen, ik denk dat dat tegen RWDM was, die we 0-2 verloren hebben. Toen heeft hij nog een wedstrijd. Dus die is teruggekomen uit een uitleenbeurt. En die is dan wel verkocht aan Antwerpen voor 8 miljoen, denk ik. Dus hadden die een optie gekregen? Of? Ik weet het niet. Die is al sinds teruggekeerd. Dus ik denk misschien dat de optie te hoog was. Of dat het bedrag dat ze moesten betalen te hoog was. Maar ja, je leert wel meer bij een betere ploeg als bij een mindere ploeg. Is dat zo? Ja. Als je getalenteerd bent, speel je beter in een goede ploeg. Je gaat altijd meer bijleren van mensen die daar beter zijn of even goed zijn als u. Je gaat andere dingen bijleren. Ja. Ik vind dat toch ook misschien belangrijk. Ja, maar in ieder geval, Chris Swanga, we houden hem verder in de gaten. Ik had nog een interessante statistiek gevonden op transfermarkt.be. Dat is die website die de transferwaardes bijhoudt. Hè. Die hebben blijkbaar ook zo'n beetje clickbait-artikels. Die hadden een artikel met de titel OHL op titelkoers. Dat was van 2 weken geleden, dus ik heb daar een druk op geklikt. En blijkt een artikel te zijn over als, ik moet zien dat ik het juist zeg, als de wedstrijden slechts 15 minuten zouden duren, ja, dus de stand van als alle wedstrijden maar 15 minuten zouden duren, dan zou OHL aan de leiding gestaan hebben. Ja. Ah ja. Ja, ja, voetbal duurt 2 keer 3 kwartier. Dus, ja, er staat ook bij in hetzelfde artikel, ik denk dat het echt wel zo'n beetje een clickbait-artikel is, wat ook opvalt en tegelijkertijd ook weer niet, is dat alles heel dicht op elkaar staat. Dat is ook logisch, want vele wedstrijden na 15 minuten zijn nog 0-0. Dus dan kunnen van alles wel iets vinden. Wie dat kampioen kan zijn of wie dat zakt. Ja, ja, inderdaad. Ja, het is niet de meest veelzeggende statistiek misschien. Ja. Maar het is wel, ik heb vaak het indruk dat we eerder stroef starten en dan op het einde beter zijn. Of, het Leuvenskwartiertje. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, zijn we eigenlijk van die play-offs? Of is dat nog een discussie? Ja. Oh, het zal altijd een discussie zijn, denk ik. Maar ja, ik ben persoonlijk geen fan. Kom van vroeger was dat nog altijd gewoon. Iedereen speelt 2 keer tegen elkaar. In andere competities is dat terug heringevoerd, als ik me niet vergis. Ja, ik vind het ook niet eerlijk dat de punten dan gedeeld door 2 zijn. Ze hebben daar al zo lang voor gevochten om die punten te hebben. Waarom moet dat in 2 gedeeld worden? En dan vind ik het ook voor de kleinere ploegen. Niet onerbiedig gezegd, maar zoals ons, ja. Dat
toch ook leuk is voor op het einde van het seizoen tegen een titelkandidaat te spelen en daar ja, een titel af te nemen. Of dat er ja, voor de mensen die komen kijken, is dat toch meer beleving. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik heb nooit anders geweten dan play-offs. Dus ah, nee, dat is waar. Voor de jeugd is dat ook niet meer echt zo'n een discussiepunt of zo. Misschien ja, die tweedeling van die punten, daar wordt nog wel eens iets over gezegd, maar dat hangt nu ook wel niet inherent vast aan die play-offs. Maar ik moet wel zeggen, als je dan het vergelijkt met vorig seizoen bijvoorbeeld, dat, het, ja, dat we dan tiende waren met OHL en dat het seizoen eigenlijk stopt midden april, daar was ik eigenlijk vooral geen voorstander van. Nee, dat was dus de play-offs op zich, ik denk dat dat eerder een poemerprobleempje is. Maar Maar de vergelijking met vorig seizoen, dan vind ik het nu veel beter dan dat je inderdaad tiende staat en gewoon het seizoen voorbij gedaan, is midden april. Ja, dat was een verschrikkelijk systeem. Ja. Ja, dan is het nu wel beter. Ja. Dat is waar. Maar ik heb zoiets van, ja, ik vind dat wel goed dat je nog, zeker play-off 1, dat je de beste tegen de beste spelen. Ik heb ook niet het gevoel dat play-off 2 zo verschrikkelijk is. Oké, daar is minder aandacht voor, maar dan heb ik zoiets van, ja, in een normaal seizoen zou er ook minder aandacht zijn voor de ploeg die tiende staat of zo. En ik vind dat wel fijn dat we zo tegen ploegen van ons niveau kunnen spelen en proberen ja, een beetje in de winning mood te geraken. En wie weet daar nog, allez, nu zal dat wat moeilijk zijn dit seizoen, maar je kunt daar eigenlijk nog een Europees ticket uitpuren als kleinere club. Dus op zich vind ik dat nog wel. Allez, ik ben daar eigenlijk, ik heb daar niet echt iets op tegen. Het is sowieso beter dan de degradatieplay-off. Dan heb ik liever minder aandacht dan dat ik de dreiging van degradatie achter de hoek heb. Dus dan vind ik toch dit beter en leuker. En inderdaad, er is nog zelfs een beloning in het allerbeste geval. Ja. En dan volgend jaar play-off 1. Dus, ja, dat kan. Dat kunnen allemaal. Ja. We zouden, misschien niet met de huidige kern, maar we zouden wel, wat een cirkel doet, zou OHL in principe ook kunnen natuurlijk. Wel een ander spel. Ja. Maar, en dan Brunes eventueel kopen. Oh, graag met Brunes. We moedigen hem aan. Ja, dat zal sorry, wel goed komen. Ja. Is dat een ander spel? Spelen we misschien soms te academisch, om het zo te zeggen? Veel te braaf, vind ik. Te braaf. Cirkelen is toch wel iets intensiever. Ja. Misschien heb je daar niet de spelers voor, of minder. Ja. Moet je als kleine ploeg zo misschien proberen met andere middelen te strijden dan de grote ploeg die altijd proberen te voetballen en zo. Wij doen dat in principe ook. En wij proberen ook van achteruit op te bouwen. Dat is niet altijd zonder risico. Ja. Ja, het lukt ook niet altijd. Dus misschien iets anders proberen en op resultaten spelen. Ja. Heeft bij Cercle toch wat opgebracht dit jaar? Dat is waar. Ja. En die halvering van de punten, is dat iets waar je fan van bent? Of? Oh, ja, dat staat nog los van die play-offs. En ja, dat zorgt er wel voor dat inderdaad zo een Union of zo wel een heel groot deel van hun voorsprong verliezen. Dus eigenlijk van die halvering van de punten ben ik niet zo'n fan. Ja. Ik denk ook wel meer mensen. Dat is wel een gevoelig punt nog steeds. Ja. Oké. Ja, dat is ook niet eerlijk. Hè. Hetzelfde als ze zouden zeggen van, allee, we doen examens, we doen gedeeld door twee en je mag nog een deel extra proberen. Je hebt die punten al gehaald, waarom zouden die afnemen? Ja, ik vind het ergens wel eerlijker dat de wedstrijden tegen de betere ploegen dan in play-off 1 bijvoorbeeld, dat die voor meer meetellen. Ik weet niet. Ze zeggen vaak dat dat zo'n gek systeem is, maar er zijn toch veel landen en sporten waar dat de normaalste zaak ter wereld is. Ja, ja. Ja, ik heb dat eens aangehaald. Bij de NBA was dat zo. Ja. Tja, ja. Ik heb daar wat minder voeling mee met die sport. Het is cultureel anders bij ons. Ja, soms ben ik wat van de oude stempel. Soms. We proberen bij te leren van de jeugd. Maar, voilà, ja. Oké. Dan gaan we over naar een nieuwe rubriek. De Speler van de Week. Dus we gaan elke week een speler een beetje belichten en kijken hoe hij bezig is. En deze week is dat Banzuzi, Ezekiel Banzuzi. Hij is ook amper 19 jaar. Hij kwam dit seizoen over voor 1,2 miljoen. Minder dan Brunes, maar toch ook nog een aanzienlijk bedrag, zeker voor iemand van 19. Hij kwam met de Nederlandse tweede klasse. Maar hij was ook jeugd international in Nederland, nog steeds. Dat is toch wel, ja. Nog wel wat adelbrieven voor te leggen. Wat vinden we eigenlijk van zijn eerste seizoen bij OHL? Ja, hij heeft zich een paar keer laten zien, maar toch
meer niet als wel. Hij is ook nog heel jong, dus hij heeft nog veel te leren. Ja. Bijvoorbeeld dat we er juist zeiden, die aanname. Als hem die dingen zou kunnen beter uitvoeren, dan zal hij misschien een veel beter seizoen gespeeld hebben. Maar ja, komt wel in orde. Je ziet wel dat hem iets heeft. Hij heeft zijn body mee dan. Dus, ja, het is wel een figuur op dat middenveld als hem inkomt. Hè? Ja, het is dat hij... ik moet zeggen, ik weet niet of dat hij nu als aanvallende of toch eerder verdedigende middenvelder wilt spelen. Zelf zei hij eerder voorstander was van de 8 en van de 6. Maar ja, ik weet niet, ik moet zeggen dat ik zie het ook wel meer als een 8. Ja. Hij zorgt wel zo voor die kansen. En ja, ik denk dat er zo nog wel marge is voor verbetering. Maar ja, ik zie het ook wel. Ik zie het wel goed komen. Ja. Ja, ik weet ook inderdaad niet of dat nu een 8 of een 6 is, of een beetje een mengeling. Maar ja, hij is als vervanger van Keita. Ja. Ik weet, is hij de vervanger van Keita? Ik twijfel er soms aan. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Hij speelt soms wel meer aanvallend. Hè? Ook allee, een beetje afwisselend met hoe dat ze schrijvers opstellen. Ja. Ja, dat is toch wel een puzzel die ze nog moeten leggen, denk ik. Ja. Ja, schrijvers heeft ook niet echt zijn beste plaats gevonden. Hè? Ja. Dat is de eeuwige vraag waar we het er vorige week over gehad. Ja. Wat is zijn positie? Ja. Maar ik denk dat dat bij een paar spelers nog is. En als ze die puzzel kunnen leggen, dat je sowieso veel beter resultaat gaat halen. Voilà. Maar Bonzouzi, daar geloven we nog in voor komend seizoen. Ja. Ja. Multifunctionele schrijvers ook. Ja, voilà, zeker. Ja, dat zeker. Ja. En in Bruinen ook nog. Ja. Oké. <Okay. laughs> Goed, dan zijn we door de voetbalactualiteit heen. Dan gaan we naar de slotrubriek en dat is de OHL quizvraag. Vorige week was het heel moeilijk om te raden. Ik hoop dat het... Ik hoop dat het iets makkelijker is deze week. Was het niet... Nee, het was... Nee. Ja. Oké, voilà. We zullen zien. Dus dit weekend spelen we tegen Gent. Die komen wel meer tegen in play-off 2. In het seizoen 2012-2013 bijvoorbeeld speelde OHL de play-off 2 finale. Toen waren er nog twee poules in play-off 2 en toen was er een finale tussen de winnaars van beide poules. En die winnaar die moest dan nog eens een grote finale tegen... Enfin, wat, in ieder geval, wij spelen de finale van play-off 2 tegen Gent. We zijn die glansrijk verloren, 2 keer 1-4. Maar de doelman die toen in die ploeg in de goal staat, die zoeken we. Het is een OHL-doelman die wel enige naam heeft en die stond dat seizoen bij ons te keepen. Dus wie was de doelman die tijdens AA Gent, OHL en OHL AA Gent in de play-off 2 finale van 2012 in de goal stond? In de goal van OHL dan? In de goal van OHL, ja. Okay. Ja. Die van Gent mocht ook raden, maar... Ja, ja oké. Okay. Dat weet ik sowieso. Niet. En mijn intuïtie zegt Kaminski. Goeie gok, maar nee, die kwam later. Die kwam 2015, geloof ik. Kun je een hint geven? Iets meer informatie? Ja. Is er eigenlijk amper nagedacht? Ja, maar dat... We denken heel snel na, hè. Ja, want... We weten heel snel dat we het niet weten. Dus, ik heb heel veel namen in mijn hoofd wel, maar als Kaminski was wel de topfavoriet dat ik dacht voor het juiste antwoord. Okay. Als je een paar hints geeft, misschien dat ik zou kan delegeren. Ja, ik dacht wel dat ik een hint moest geven, zeker naar vorige week. Dus ik heb een paar hints opgeschreven. Het is, net zoals Kaminski, is hij ooit Rode Duivel geweest. Dus hij heeft in de... Hij was zelfs heel even, maar toch was hij de vaste doelman van de Rode Duivels. Ja. En nu zouden we dat onmiddellijk moeten weten. Ja, een Rode Duivelkeeper, dat zijn er niet zoveel. Dus, ja. Thibaut Courtois zal het niet zijn, zeker. Die heeft net niet voor OHL gespeeld. Had hij ooit maar voor OHL gespeeld. Speelt dat nog, sorry. Nee, hij is gestopt. Ja, niet zo super lang geleden, maar hij is zijn carrière is gedaan. En hij was net voor de gouden generatie. Het was een beetje op het kantelpunt van de slechte Rode Duivels en de goede Rode Duivels. Dus zo in die periode van 2012, toen we veel toernooien misten, ook nog TK van 2012 gemist. Maar daarna zijn we wel Brazilië en dergelijke. Dus toen begon het eigenlijk. Maar toen het echt begon, toen stond Simon Mignolet in de goal en dan
Thibaut Courtois, dus dat heeft hij al niet meer meegemaakt. Maar daarvoor heeft hij een zestal wedstrijden, was hij eerste keuze. Is het Le Compagnie? Ja, dat is hem, ja. Fantastisch. Ik ken hem, ja. Ik ken hem, want hij heeft ooit... Persoonlijk? Of, Ja, I wish. Nee, maar hij heeft ooit... Volgens mij heeft hij ooit zijn zwembad in de winter... Juist. ...opgewarmd en blijven opwarmen, waardoor hij zijn club een afbetalingsplan moest voorzien. Juist, dat klopt, ja. Ja, ik heb daar een tweet over gelezen. Ah, echt? Ja. Ik had die ook in mijn ultimate team... Ik had die ook in mijn... Nee, al even geleden, maar ja, het is wel een redelijk bekend verhaal, toch? En ik had hem ook ooit in mijn ultimate team, mijn eerste ultimate team... Ja. Van FIFA is en dan, dat? Ja. Oké. Toen had hij hem, ja. Ja, maar ik ken hem vooral van... Ik ken hem niet van zijn carrière. Ik wist dat hij ooit wel bij OHL had gespeeld en Rode Duivel was. Maar ik ken hem vooral van het zwembadverwarmingsverhaal. Zegt veel over zijn carrière dan. Maar, ja, had nog, ja, was wel... Nochtans, wel een goede keeper. Hè. Ja, zeker. Maar inderdaad, ja, maakte van die... FIFA was hem toch ook maar eind 60 of zo. Zo. Ah, oké. In het team, maar... Ja, bij OHL, ik herinner me hem ook nog, was hem niet slecht. Was een degelijke doelman, maar hij had inderdaad, hij was nogal, laten we zeggen, ja... Flamboyant, inderdaad, ja. Want er was niet alleen dat zwembadverhaal, er waren ook nog andere verhalen. Dat waren altijd zo rare dingen. Van die kleine schandaaltjes. Ja, nou, geen slechte mens, denk ik. Hoor. Nee, ja. Ik mocht nooit iets verkeerd over de mensen zeggen, dus we gaan... Niks zeggen. Dan gaan we in, behalve over bruikbrunnen is blijkbaar. Maar... Nee, er is nog altijd niet. Onvoorwaardelijke steun. Ah, voilà. Okay, vanuit, exact. Vanuit de Vlaamse jeugdraad. Ja. Wij met de Vlaamse jeugdraad staan achter Jonathan Bruikbrunnen. Oké, dat is een duidelijk statement. Ja. Bij de ouderen ook, hoor. Dus, ah, voilà. Dit. De ouderen, mag je zich. De Vlaamse seniorenraad. De seniorenbond, die gaan ook mee. Dat jij voorzitter was. Ja. Ondervoorzitter, maar. Ondervoorzitter, oké. Okay, voilà. Is dat ook graag? Okra. Okra. Ja? Is dat niet de seniorenbond? En 45, hè, dus... Ah, oei. Oei. Als je een midlife crisis hebt, wat klopt. Een Harley. Ah ja, de Harley. Een Harley Davidson. Dat is de Harley Club eigenlijk. De Harley Club, ja. Maar ik mag geen meer kopen van mijn vrouw. Dus. Niet meer? Hoe? Ik heb vroeger een motto gehad. Een Harley? Of? Nee, geen een Harley. Ah. Ja, nee, ik had zo'n Kawasaki Ninja sportmachine. Ja, dat mag. Ja, ik ben blij dat ik er vanaf ben, want dat is, zo veilig is dat ook niet altijd. En nu ben ik zo'n beetje aan het zien van een Harley, maar... Maar je mag niet? Ja, je mag niet, nee. Ja. Drie kinderen, dit en dat, verplichtingen. Ja? Ja, erg, hè. Je mag dus eigenlijk niet gewoon. Ik mag wel, het is mijn eigen keuze om geen te... Dat is de officiële statement. Okay. Maar ik mag eigenlijk niet. Oké, dus ja, podcastluisteraars zien natuurlijk niet, maar help ik zie... mij. Voilà. Oké. Ja, jij nog geen Harley-plannen? Nee, momenteel nog niet. Voilà. Ik blijf de motor van de Vlaamse jeugdraad. Oké. Deze mopje. Mooi. Het is een mopje. Mooi bruggetje. Mooi, goed. Ja, mannen, dan zit het er al op. Ga ik nu enkel vragen. Wat gaan jullie deze week nog doen? Ik ga één ding studeren. En dat is het. En daar zal het ook bij blijven. Je hebt examens nu al? Nee, maar ja, het is paasvakantie. De lessen zijn even gestopt. Dus nu heb ik de kans om alles in te halen. Dus studeren en niks meer. Het zal dat zijn. Maar ik ben blij dat ik het kan doen, nu even. Want zo, Vlaamse jeugdraad, is dat eigenlijk fulltime? Of is dat... Daar gaat wel heel wat werk in. Maar dat is ook... Ja, dat is onbetaald. Natuurlijk is vrijwillig. En ja, daarnaast moet ik dan nog studeren. En die combinatie is wel moeilijk, maar... Krijg hem wel rond, denk ik, uiteindelijk. Ja. Mooi. En nog naar OHL kijken? Of? Altijd. Okay. Ja. Ik ga naar Gent dit weekend. Ik weet niet of jullie gaan. Ik ga gaan. Jeroen, jij hebt andere? Ja, ik ga niet kunnen. Ik heb een paar verplichtingen in het weekend. Met de vrouw en drie kinderen? En alleen. Een paar eetfestijnen, dit en dat. Maar ik ga morgenavond wel naar Club Brugge kijken. Ah, ja. De Conference League, ja. Ja, kwartfinale. Een keer iets anders. Ja, wel, kijk er wel naar uit. Dat is een gebeurtenis, toch? Ja, zeker. Ja. Belgische ploegen moeten we voor supporteren. Dat is waar. Jij gaat ook naar OHL? Ik ga ook, ja. Dus ik denk dat ik niet in de bejaardentribune zit. Maar, ja. Ik weet niet waar ik zit. Iemand anders heeft bij mij de tickets gekocht. Oh. Ja. Amai. Niet te veel lawaai maken voor de studenten die aan het studeren zijn. Hè. Ja, sorry. Dat... We gaan voor Tobbe Leijsen supporteren. Dus, ja. Ja, inderdaad. Ja.
Zeg trouwens, ik was de oorspronkelijke... Ik weet het. Want toen ik zei daar straks, ik heb je horen roepen, dan was dat Tobe Leijsen. Ja. Dat was awkward, want Tobe Leijsen stond toen nog niet op het veld. Dat was nog Prevost. Maar ja, jij stond al Tobe Leijsen te roepen. Ja, maar dat was tijdens de opwarming, denk ik. Ja, hij stond er wel. Hè. Hij stond niet gewoon niet binnen de lijnen. Nee, ja. Zwaar, ja. Maar ik wist dat dat een talent was, dus ik was daar... Allee, ja. Ik wou die jongen aanmoedigen. Ik denk dat hem gekeken heeft ook toen. Ik weet het niet, daar heb ik echt niet op gelet, wat hem gekeken heeft. Je doet heel het stadion wat, hè? Dus, Dat is waar. Ik ben een trendsetter. Voilà, Maurits. Kijk. Ja, dank u. Ja, ik denk dat Tobe dat zou op. Nu nog op politiek vlak. Zeg, ik vraag me gewoon af, die een pull en zo, kunnen dat ergens bestellen? Nee, dat is inderdaad... Ik weet niet of dat we... Anders, maar straks krijgen we hier product placement violations. Okay, maar dan ga ik daar niets over zeggen. Dit is van... dit kun je kopen in de clubshop. Ja. Ja. Ik weet dat ze dat altijd wel in de clubshop originele dingen hebben. Want ik ben persoonlijk niet zo'n truitjesman. Dus voetbaltruitjes. Nee, ik ook niet. Ik vind dat wel soms leuk om dat te kijken, maar ik verzamel dat niet. Ik draag dat ook niet. Ik hang dat ook niet graag in mijn kast. Dus ik heb niet zoiets van, ik moet een voetbaltruitje hebben. Ik heb liever zoiets alternatief. En daar is van OHL staan er altijd wel zo leuke dingen, zoals die pullover. Of ik heb nu ook zo'n t-shirt waar die goal van Insigne, het Insigne-moment... Ja. Ja, dat heb ik gezien. Ja, waar dat beschreven staat en zo. Dus ze maken altijd wel van die leuke dingen in de fanshop. Ik ben wel eerder een truitjespersoon. Ja, tuurlijk. Ja, ik draag altijd een OHL shirtje naar de matchen. En ik heb ook van andere teams, Inter Miami en zo en een paar Inter andere. Miami. Ja, omdat ik heb echt een obsessie voor voetbalshirtjes die roze of kleurrijk zijn. Dus dan meestal koop ik die en dan ga ik daarin lopen. Toch weer dat bekkenmoment dat naar boven gaat komen. Ja, of had je aan Inter Miami voordat Messi er naartoe ging? Ja, tuurlijk niet. Okay. Ja. Wie wel? Ik ga me niet beter voordoen dan ik ben. Hè. Wie had er een Inter Miami shirt voor dat Messi daar naartoe kwam? Ik denk niet veel mensen. Ja, de fans zijn er andere truitjes zonder Messi op? Ja, nu wel, ja. En Neymar zijn we ook kwijt. Ik heb er van alle TikToks over gezien, maar niemand weet precies wat hem is. Misschien in Saudi-Arabië of zo. Zwaar, hè? Ja, ik weet niet waar Neymar speelt. Ja, hij speelt in Saudi-Arabië. Ja. Ja. Neymar, ja. En is snel weggegaan, ja. Ja. Goed, misschien al lid van Okra of van de middelbare mannenbond. In ieder geval, mannen, onze tijd zit erop voor vandaag. Hartelijk, mannen en vrouw. Sorry, excuseer. Man en vrouw. Bedankt voor te komen. Wij zien elkaar terug volgende week.